Wij gaan vandaag de nieuwe landcommandeur inhuldigen. We staan hier op de grens van Gimmert, bovenop de Rips. En zo dadelijk komt de wel edelgeboren, hoge genade, zeer doorluchtige vorst, kardinaal von Schönborn, onze nieuwe landcommandeur, komt naar hier en wij gaan hem inhuldigen. Wij hier in Gimmert zijn al weken zenuwachtig, we bijten op onze nagels. Gaan we het protocol wel op de juiste manier volgen? Het is ongelooflijk spannend, dames en heren. We zijn een beetje bang. Een landcommandeur, dat is zo hoog, dat is zo ontiegelijk hoog. Dat maak je maar eens in je leven mee. Zeer hoogwaardige excellentie doorluchtigheid. Ik hoop dat de reis goed en voorspoedig is verlopen. Tijds meer dan 4 eeuwen geleden is het dat onze lieve vrouw ter ere in ons genadeoord Handel een kapel kon worden gebouwd. Wie het moederlijke leden ons gewerkt bij God ontraakt. Uw naam en faam, uw devotie aan Maria is ons vrij en heel snel vooruitgesneld. Ik wil u danken voor deze wonderschone toespraak en ik zal mij met al mijn macht mijn middelen inzetten om het belang van Handel ook in de toekomstige 4 generaties, 4 eeuwen, 400.000 jaar te waarborgen. Zeer hoogwaardige excellentie, doorluchtigheid, wij als gilde zorgen ook voor het bewaken van kerk en commanderijen. En daar onder andere voor willen wij nu even een vendelgoed brengen. Gaarne nodig ik u uit mij te volgen om samen in gebed te gaan. Mijn studenten u iets van hun kunnen te laten horen. Atque, eta, odierne, lucis, festivitas, gemerta, burrito. Zeer hoogwaarde excellentie doorluchtigheid. Ik stel u voor aan de burgemeesters Jan Tonis van Schuil en Schoort Hubert Elzen. Eerwaarde heer, ik hoop dat u mij ook nog gratie kunt verlenen. U hebt al aan zoveel mensen gratie verleend, maar ik heb u ook nog één verzoek. Ik heb de was gebleekt. Op het kerkhof, en ik wist niet dat het niet mocht. En lieg en hier leid ook, als God de lief voor mij de klok, dan kunt er op mijn kruis de stoon, hij is hier vandoor.